Vandaag gaan we ossenworst bakken. We hebben een dikke ossenworst nodig. Die hebben wij gesponsord gekregen van ene Rick. Dankjewel Rick. Normaal gesproken eet je ossenworst rauw. Lekker met peper en zout. Maar vandaag gaan we dus een keertje barbecuen op aanraden van diezelfde Rick. We hebben net al een stukje voorgeproefd. En bedacht dat we ook maar nog een stukje gaan nemen. En dit gelijk eventjes gaan filmen, want het is wel heel erg lekker. We zijn hier met z'n vijf, dus ik snij even lekkere vijf lekkere pakjes even af. Niet te dunne snijden, maar ook niet te dik. Dan blijven ze lekker mals. En hoeven ze ook niet zo heel erg lang op die barbecue te liggen. Ik heb hier een gasbarbecue alvast warm. Die is lekker aan het opwarmen. En hier heb ik dus de stukjes ossenworst, vijf stuks. Die gaan er zo meteen lekker op. Dit gaat zo meteen de koelkast erin. Heel erg lekker. Een klein beetje pekelen. We zijn erachter gekomen dat je niet te veel zout moet gebruiken. Gewoon een klein beetje zout eroverheen is goed. Maar peper, dat is een heel klein beetje. Net als twee keer zoveel. Peper daarentegen, net als in de Italiaanse keuken mensen, is gewoon heel erg lekker. Dan gaan ze er gewoon eigenlijk direct op. En je zal zien hoe snel dit klaar is. Hier hangt nog een erker aan, om te zien. En vijf stuks. Nou, zout zat er al zat op, maar een beetje peper doen we er nog wel bij. Ja, dat maakt smaak. En laten we ze eventjes lekker bakken, want dat moet natuurlijk gebeuren. Ondertussen laat ik mijn bril vallen en drinken we daar een lekker biertje bij. Proost, zou ik zeggen. We gaan hem zo meteen vast voor de eerste even keren, want het staat natuurlijk keihard te branden, die brander. Maar dat moet ook, want hij moet even goed dicht schroeien. Dan blijft die smaak lekker in dat vlees, mensen. En dat is waar het om gaat. Ja jongens, ja, het is voor mijn YouTube kanaal, is allemaal raar te kijken. Ja, met publiek, hè? Veel met publiek, maar gewoon allemaal te wachten dat wij niet gaan eten. Dus draai hem even om alvast. We hebben hier één klein dun stukje voor oma, want die eet niet zoveel. Je vindt het juist zo lekker. Ja, oma daar nog een stukje worst. Oma houdt van kilometers worst. Dus in dit geval krijgen ze dat zou meteen ook wel. Je ziet dat hij al lekker aan het dichtschroeien is. Dan blijven de sappen er lekker in bewaard. Kijk maar goed, hier is een lekker rood van binnen. Dat gaat helemaal goed. Peper en zout blijft er lekker op, brandt er een beetje in. Ja, een beetje zwart van die barbecue, maar dat hoort natuurlijk een beetje bij. Hè. Je hoort hem lekker sissen. Hoeft nog niet zo lang. Draaien we zo meteen er even één keer om en om en dan is het eigenlijk wel weer voor elkaar. Als iemand even de bordjes aan wil geven, dan kan ik ze zo meteen ook uitserveren, anders wordt het een heel erg lastig verhaal. Draai ik wel even hier lekker om. Kijk, dan komen de bordjes alweer aan. En zo meteen draai ik het nog één keer om en dan is het eigenlijk weer voor elkaar. He, durf je niks te zeggen? Voor camera zijn we. Jack is er weg. Nee, Jack is weg, de hond. Maar hij is niet weg hoor. Nee hoor. Opa riep Jack is weg. Nee, we gebruiken hier een Safari Chef 2 voor een gasbarbecue die gewoon ideaal is voor feestpartijen, campings en bungalowtjes waar wij dan in zitten. Een villaatje eigenlijk, min of meer. Gewoon lekker op gas, kijk die is al goed. Even omdraaien nog. En dan kunnen ze er zo meteen gewoon vanaf. Even een slokje nemen hoor. Heerlijk. De volgorde van de bordjes weet ik niet meer. Maar niet zo veel uit, geloof ik. Hè? Nee, joh. Ik heb hem even blijven liggen. Nou, een dun stukje voor oma. Ja. Ah, oma zo meteen een dikke stuk hoor, echt waar. Ja, ja, we gaan het zo meteen helemaal goed met je maken. Opa had zijn bordje afgelikt, dat weet ik nog. Ja. Dus die krijgt dit schoteltje. Dus even kijken of hij nog een beetje. Ja, die is ook wel in orde. Nieuw aan opa. Iris, doe je ook nog? Lekker. Lekker, hoor ik. Nou, dan krijg Iris nog een lekker stukje worst. Is er ook al pap van? Hè? Ja, wil de cameravrouw nog een stukje worst? Je hebt de camera op en neer? Ja. Lekker stukje worst, cameravrouw. Nou, de cameravrouw, dat is Suzanne vandaag. Hij wil niet helemaal, hè? Ja, kijk eens. Nee. Daar komt je stukje worst aan. Zo, nee, alsjeblieft. Dank. En het dikste stuk. Ja, dat is voor de kok zelf natuurlijk, hè? Dat begrijp je ook wel. Ja. Smullen maar. Dankjewel, Rick.